De rol van een vertrouwenscontactpersoon. Steeds meer sportverenigingen stellen een vertrouwenscontactpersoon aan. Dat is goed, want daarmee werken we aan een veilige sportomgeving waarin iedereen onbezorgd kan sporten. Alleen, wat doe je als vertrouwenscontactpersoon? En wat wordt er van je verwacht? We vertellen je er graag meer over. Als vertrouwenscontactpersoon ben je het aanspreekpunt binnen de vereniging wanneer er iets speelt op het gebied van grensoverschrijdend gedrag. Je bent er voor iedereen die een vraag heeft, een melding wil doen of een zorg met je wil delen. Als iemand een incident of iets anders wat speelt op de club met jou deelt, zorg je dat je voldoende informatie hebt om de melder door te verwijzen naar de juiste persoon of instantie. Bij deze opvolging ben jij als vertrouwenscontactpersoon niet meer betrokken. Naast jouw rol als aanspreekpunt kun je in samenwerking met het bestuur een belangrijke rol spelen op het gebied van preventie van grensoverschrijdend gedrag. Werken aan preventie is voor elke club belangrijk. Voorkomen is nu eenmaal beter dan genezen. Als er niemand een grens overgaat, heeft ook niemand er last van. Je kunt aan de slag met preventie door het bestuur bijvoorbeeld te adviseren over preventiebeleid. Of door bijeenkomsten te organiseren, sociale veiligheid op de agenda te zetten en te houden, kennis te delen en leden proactief te informeren. Het bestuur kan er ook voor kiezen deze rol zelf op te pakken. Of een commissie sociale veiligheid in te stellen die de preventie verzorgt. Als vertrouwenscontactpersoon word je aangesteld door het bestuur. Zij zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de sociale veiligheid op de vereniging. Jij geeft invulling aan hun beleid. Deze rol kun je alleen vervullen als je volledig onafhankelijk bent. Je kunt dit dus niet combineren met een andere vrijwilligersfunctie binnen de vereniging, zoals trainer, scheidsrechter of voorzitter. Het is belangrijk dat je als vertrouwenscontactpersoon veel affiniteit hebt met sociale veiligheid. En dat je oprecht, integer en betrouwbaar bent. Wat je ook gaat helpen, is dat je goed kunt luisteren, duidelijk communiceert en mensen weten overtuigen van jouw rol en doel op de club. Vooral dat laatste vraagt om veel enthousiasme en energie. Je hebt het nodig om je voortdurend in te kunnen zetten voor een sociaal veilige sportomgeving. Want voor intimidatie, pesten, agressie en seksueel grensoverschrijdend gedrag is simpelweg geen plaats op de club. Kijk voor meer informatie op nocnsf.nl.